Ja, vanavond de vrouw die zo laag op de lijst van de PvdA stond dat ze voor zichzelf campagne moest gaan voeren. Maar ja, het hielp geen moer, want ze haalde onvoldoende voorkeurstemmen. Het lekkerste wijf van de PvdA, Meili Vos. Goedenacht. Nou, dankjewel, zeg maar, op deze nacht. Heerlijk. Ben je het ermee eens? Ja, dat kan ik moeilijk over mezelf zeggen, maar als jullie het zeggen, dan... Hey Meili, jouw leven is in elkaar gestort, hè? Nummer 38. Oh, ja, nee. Nou, je hebt alles opgegeven geleden voor de PvdA. En nee, dat valt best mee. Hoe rancuneus ben je? Eerlijk antwoord, hè? Ik was 2 dagen heel rancuneus naar 2 mensen. En daarna dacht ik van, nou ja, oké, shit happens. Doe jij wat, doe ik hem? Je weet als politicus, hè? Welke 2? Dank je. Die zaten in de kandidaatstellingscommissie. Welke 2? Namen. Rugnummers. De voorzitter. Ah. En dan nog iemand die ik niet ken, maar ik weet wel dat die bestaan heeft. Ja, mediageniek ben je en daar houden ze niet van. Dat is gezegd inderdaad. Dat een van de redenen was dat ze dat een aantal... De helft vindt mij hartstikke leuk en de andere helft vindt me niet leuk. Compromis is, dan sta je op 38. Ja. Maar goed, je bent dus genaaid door de PvdA. Maar voel je nog steeds een PvdA-er? Ja, ik ben sociaaldemocraat. Af en toe baal ik wel van... Je bent een sociaal-liberaal. Nee, ik ben een sociaaldemocraat. En de sociaaldemocratie heeft een heleboel verschillende vleugels. Ja. Waaronder de vrijzinnige vleugel van mij. En die is vrij vleugelam, geloof ik. Ja, daar. Die is wel vrij vleugelam. Maar de kiezers zetten je op 6, toch? Qua voorkeurstemmen. Ja. Ja. Maar en dat zijn sociaaldemocratische kiezers. Dat zijn kiezers die... Kijk, je hebt de PvdA, je hebt de leden van de PvdA... je hebt een heel klein aantal mensen die in die kandidaatstellingscommissie zaten. En een aantal mensen die misschien wat harder hadden kunnen lopen voor mij... die achteraf ook zeiden van, joh, dat was nu niet helemaal goed gegaan. Mm. Nou, dat is balen. En voor de rest heb je sociaaldemocratische kiezers. En daar was ik best tevreden over. Ja, Frank Heemskerk is precies hetzelfde overkomen. Ja. Goed Kamerlid. Maar ja, door allerlei dingen. Ook omdat hij een witte man was uit de Randstad. En ik kwam ook uit Amsterdam en er waren te veel Amsterdammers. Ja, dan snel moeten verhuizen. Een witte man? Dat ga ik niet doen. Dat ga ik echt niet doen. Maar wie zijn nou witte man? Ja, witte mannen. Een witte man. Ja, je hebt dus inderdaad sowieso... Kijk, het CDA heeft een systeem dat je dus de katholieke protestanten... de verschillende regio's moet vertegenwoordigen. En jullie hebben allemaal op die lijst. We hebben man, vrouw, maar ook regio. En er kwamen natuurlijk heel veel mannen, heel veel mensen uit Amsterdam. Nou ja, als de helft van de lijst kan niet uit Amsterdammers bestaan. Ja, maar ik krijg even lekker de pest met je 38. Ik ga voor mezelf, ik ga voor de voorkeur stemmen. Ja. Ja, 10.000. 200. Ja. Dat is een beetje triest. Wat deed je mis in jouw campagnetje? Nou, ik ben er misschien te laat begonnen. Ik heb een beetje naar Boris van der Ham zitten kijken. En die bereidt dat ook echt. Die heeft het nu al 3 keer gedaan. Doet het heel erg goed. Ja. Maar die is daar ook gewoon echt al een jaar van tevoren mee bezig. En die zorgt ook dat hij genoeg geld heeft daarvoor. En die spaart daarvoor. En dat had ik gewoon structureel. Ik ben gewoon 4 weken van tevoren ben ik begonnen. Ja, want de vraag is natuurlijk. Welke campagne was slechter? Die voor Job Cohen of die voor jou? Dat weten we wel. Dat was van ome Job natuurlijk. Ja, dat vind ik ook. Ja. Uit Unjetst. Wat ben je aan het doen? Ik ben een freelancer, ik ben zelfstandige. Dus ik verdien nu de kost met dagvoorzitterschappen, artikelen schrijven, adviesjes. Ja, want we moeten het hebben over je wachtgeld. Ja, oh ja, daar hebben we altijd die zeikers over. Nou, mensen erover gaan zeiken, hoe meer ik de neiging heb om gewoon 2 jaar lang lekker helemaal niks te doen. En gewoon te doen zoals de PVV. Gewoon niks. Nou, ja. De PVV? Ja. Ik zie jou niet zo snel door brievenbussen plassen, eerlijk gezegd, hoor. Nou, die neiging krijg ik dan wel. Als een plasgoot. Nee, ik ben natuurlijk gewoon een Calvinist met een goede arbeidsethos. Ik ben gelijk, ben ik begonnen met werk zoeken. En al het gezeik over wachtgeld. Bloed, ja, maar waar kwam de PVV nou opeens vandaan? Dat is wel heel erg grappig. De PVV heeft nu wat meer mensen. En die hoeven bijzonder weinig te doen. En zeker ene meneer Lucassen. Die mag namelijk helemaal niets doen en gaat niet weg. De heer Sharp is opgestapt. Die hebben nu ook allemaal wachtgeld. Die komen voorlopig ook. Dat vind Lucas heeft geen wachtgeld en die zit nog in de kamer. Ja, nee, maar goed. Alleen Sharp heeft 2 maanden wachtgeld. Dat is geld, want Lucas hoeft helemaal niets te doen. Ik bedoel, het... De hele dag daar zitten, dat is ook wat. Kamerleden verdienen best wat, maar echt niet heel erg veel. Hoeveel wachtgeld krijg je dan? Ja. Volgens mij krijg je 80% van je laatst verdiende inkomen. En dat is... Volgens mij is het iets rond de €3.000. Nee, joh. Netto. Per maand. Ja. Geloof je nog steeds in God? Ja. Echt? Ja. En denk je dat het de waarheid is? Nee, dat weet je niet. Geloven ze in iets heel anders dan weten. Dus je denkt dat er een man op een wolk zit met een baard die alle touwtjes in handen heeft? Zou wel Hoe kan het dan zijn. Toch dat jij op plaats 38 komt en Job Cohen de partij moet leiden? Nou, dat zijn echt... Daar moet ik heel hard over nadenken. Want volgens mij kan ik deze vraag...
Ja, wordt lastig. Volgens mij scheidt de PvdA, net als elke goede politicus, religie van politiek. Nee, maar dus als God alle touwtjes in handen had, dan had jij een kamerzetel gehad. Maar daar heeft God ook niks of mee God denkt dat je huidige baan beter voor je is. Dat kan. Of God zag in dat Job Cohen een waardeloze oppositieleider is en dat jij niet voor lul in die bankjes zou moeten zitten. Zeg je dat wel eens? Godverdomme. Nee, dat zeg ik nooit. Of Potjan Dikkie? Dat zeg ik wel. En Jezus Christus? Dat werkt wel. Ik wil wel eens inderdaad dat zeggen. Ja. En Mozes Kriebel? Dat vind ik ook heel leuk. En de touwtering? Nee, vinkentering. De vinkentering. Okay. Nou, hartstikke mooi. Dan weten we dat dan ook. Over ben je nou toch mee bezig, man? Ja, ik probeer het show vol te lullen. We moeten nog drie kwartier. Nee, jongens, kom op. Hey, en nog en laat mij die fors gewoon lekker geloven als ze dat wil. Dus ze geloofde ook ooit in Job Cohen als oppositieleider een uur geleden nog. Dus, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik meer in God geloof dan in Job Cohen, hoor. Maar dat is weer winst. Wie is de grootste Judas bij de PvdA? Judas? Echt, dan zou je dus iemand moeten hebben die voor 20 schellingen, zeg maar, zijn heer en meester verkoopt. Poeh. Ja, of voor een paar plekjes hoger, of voor een zetel in het algemeen, of weet ik veel. Ik denk dat ze vast wel hebben bestaan, maar ik kan er nu even niet op iemand komen. Niet in de huidige fractie, want ze zijn helemaal heel bij de andere partijen aardig. Wel of niet? Ton Elias. Ja, maar ik ben best blij dat ik mezelf ben. Worden. Ja, maar dat kan altijd nog. Ik ben pas 40. Meer dan nou? Ja. Maar jij komt nog terug? Ja, misschien. Ik bedoel, ik vind het sowieso heel. Ik vind het sowieso als je 50, 60 bent, dat is beter. Om dan je moet een premier hebben die een beetje iets weet van de wereld en ook verschillende dingen heeft gezien. Bijvoorbeeld niet zijn hele leven alleen maar in de politiek gezet. Vind ik geen goede combi. Of bestuurder geweest. Ja. Zoals Job. Misschien over 15 of 20 jaar dan. Word ik wel weer uw eerste, of misschien, nou, dan hoop ik trouwens niet dat ik dan de eerste vrouwelijke premier ben, want dan zijn we echt achterlijk in dit land. Mevrouw Vos, bedankt. Graag gedaan.